dat ik dit nu goed zeg. Yes, heel goed. Ja. Wat is je naam ook weer? Zo begin. Ik wil toch gewoon, hè, gewoon de lul eraan, hè. Ik mis gewoon die lul. Oh! Arie. Ik durf dat soort dingen niet te zeggen. Oh ja. Dan begrijp ik je. Het is mal. Ja. Die zaal, die was helemaal. Yeah. Ja. Dat is een goede truc. Die hele lange uithalen. Ja. Ja. Naast mij Joan Franca. En wat leuk dat je in de uitzending wil komen. Even nog met de vingercamera. Het is een hele kleine camera, maar dan kan je wel heel goed je van dichtbij zien. Want jij hebt zeg maar 2 jaar geleden aan het Songfestival meegedaan. En mensen thuis die weten nog wel dat je met Veren was ook. Ja. Was heel omstreden geweest. Tenminste omstreden, maar even commentaar. Dominee Grim had daar zelf ook nog, zijn commentaar op. Maar we hebben elkaar ontmoet bij het COC Songfestival in Maastricht. Afgelopen COC Songfestival. En toen heb ik jou leren kennen als een hele warmbloedige vrouw met veel talent. En heel anders dan in die tijd naar buiten kwam. En hoe komt dat? Dat is een lange vraag. Ja, dat is een lange vraag. Hoe komt dat? Dat weet ik eigenlijk. Ik denk wel dat ik ben veranderd, dat sowieso. Maar hoe was je toen, zeg maar dan? Misschien wat meer verlegen of zo, toch? Ik dacht ook, het kan me allemaal niet schelen. Maar tegelijkertijd was ik ook verlegen. Het is heel apart. Dus ik durfde soms mezelf misschien niet te zijn als ik bijvoorbeeld een bekend iemand ontmoette. Of weet je wel, dan dacht ik van, ik ben maar Joan, weet je wel. En nu ben ik wel wat meer op mijn gemak daarin. En is het meer van, leuk. Maar dat is zo'n ontwikkeling is dan toch fantastisch, eigenlijk? Ja, zeker. Want hoe was je erbij gekomen eigenlijk bij het Songfestival toen? Mijn producer die had mijn liedje toen opgestuurd. En toen was die uitgekozen. En toen uiteindelijk kwam natuurlijk het Nationaal Songfestival. En dat won ik zomaar. Ik snap nog steeds niet hoe dat is gebeurd. Dat was zo'n bizar moment. Omdat alle juryleden die zeiden eigenlijk van dat is niks. En die toy en En ik ging er eigenlijk vanuit dat Pearl Josephson, die deed toen ook mee. En ik dacht eigenlijk dat zij zou gaan winnen. En dat dacht iedereen een beetje. Weet je, als stiekem heb je dat toch, dat je denkt dat iemand gaat winnen. En ik, surprise, zeg maar. Toen won ik en toen toen barst het los. Hoe heet het liedje? You and Me. You and Me. Ja. En hoe ging het ook weer? You and Me and everybody out there and I can see. Leuk. Ja. Maar was het niet voor jou, omdat je in die tijd naïef was, zeg maar ook, en verlegen, was het dan niet een hele zware opgave om dan... Zeg maar, zeggen altijd dat je wordt geleefd, weet je wel. Dan krijg je een interview en dan zeggen ze, jij wordt nu geleefd, hè. Je wordt geleefd. En dat had ik helemaal niet door op dat moment. Ik dacht gewoon, ik ben wel relaxed. Maar als ik terugkijk en dan kijk hoe weinig herinneringen ik eigenlijk heb, weet ik wel dat ik wel geleefd heb. Dus het is een soort, je gaat in een andere state of mind of zo. En ik was... Een soort trance of zo. Ja, daar lijkt het wel een beetje op, Ik denk dat ik het anders ook niet volhoud. Want je wordt ineens... Weet je wel, ik was van eigenlijk gewoon best wel een soort van anoniem persoon naar... Bam, weet je wel? Ja. Naar Joan. En vooral in die tijd, denk ik ook door de toy, en was het Songfestival ineens een heel groot besproken ding. Dus je zit denk ik in iemands achterhoofd per ongeluk of zo. Dus als je op straat loopt, dan word je sowieso herkend, weet je wel? En dat was voor mij ook wel heftig, want overkomt mij nou. Het was wel echt veel tegelijkertijd. En dan moest je naar Rusland, hè? Naar Azerbeidzjan. Oh ja, Azerbeidzjan, ja. Hoe heet die plaats ook weer? Baku. maar dan kom je ook in een soort hele... Azerbeidzjan kom je ook in een hele andere sfeer terecht weer. En dan kom je onder druk te staan. Want Anouk van... zal ik daar... Die had haar eigen... nee, maar die had haar eigen... Die ging de eigen gang. Ja, ja. Dus die deed niet mee aan recepties en zo. Nee. Ja, ik wel. Ik was echt... ook omdat ik een beetje een groentje was, denk ik. Dacht ik van, ik ga overal wel heen. Hoe moet ik daarheen? Weet je wel, daarheen. Dus je wordt wel een beetje overal heen gesleurd. Ja. Dus ik heb wel echt alles gedaan wat ik... Ik weet nog dat we...
mochten kijken of zo, bij de dag voordat mijn hoofdfinale was, mocht je kijken naar de vorige hoofdfinale. Of volgens mij was het zoiets. Ik weet het niet eens meer zo goed, moet je voorstellen. Ja. En toen weet ik nog dat was 's avonds laat, want de tijd is daar anders. Hè? Dus het is de andere tijdzone. Dus ik was zo moe. En dan zat ik daar in het publiek zo te kijken. En terwijl ik de volgende dag zelf... Ja, dat was ook gewoon... Dat soort dingen, weet je wel. Terwijl normaal, als ik nu zoiets weer zou doen, dan zou ik zeggen, ja, sorry, ik ga gewoon niet. Want ik ben gewoon te moe. En morgen moet ik presteren. Maar ik was gewoon zo... In een trance dat ik gewoon overal maar meeging en geen nee zei eigenlijk. Want je kwam dus niet in de finale. Nee. Want hoeveelste plaats had je dan bij de... Oh, dat weet ik niet. Is dat erg dat ik dat niet weet? Nee, weet ik niet. Maar niet hoog in ieder geval. Nee, niet heel hoog. Nee. Maar ik had wel, en dat is altijd het jammer, weet je wel, de media en mensen in het algemeen vinden het vaak... Ja, leuk om over negatieve dingen te praten. Ja, precies. Maar ik was bijvoorbeeld doorgestemd door het publiek. Het buitenlandse publiek had mij doorgestemd. Alleen de jury had mij zulke lage punten gegeven dat ik geen kans had eigenlijk. Nee. Dus, maar dat soort dingen worden nooit gezegd, weet je wel. Het komt nooit naar buiten, nee. Maar nu wel. Ja, nu wel. Ja, vandaag. Het is wij hebben een positieve instelling. Ja. En dan kom je terug, dus dan krijg je die hele beweging over je heen. Ja. En hoe heb je dat verwerkt? Nou, ik heb gelukkig een hele lieve moeder. Ja, dus die heb ik ook ontmoet. Schat van een vrouw. Die is er altijd voor me. En, want die had je ook wel nodig toen. Ja, ik had wel even iemand nodig. Een inzinking. Want ik was gewoon, ik was ook heel erg gescheiden van mijn moeder. Hè? Want ik was zo druk bezig en dat was ik ook helemaal niet gewend. Want ik ben echt een moederskindje, weet je wel. En ik ben wel blij dat het allemaal is gebeurd. Omdat ik ben wel veel volwassener geworden en ook vrijer. Dus dat is wel heel goed. Maar het was allemaal best wel intens om dan ineens zo... Ja, van je moeder af getrokken te worden. Zo was het wel een beetje, ja. En ging zij mee ook naar Azerbeidzjan? Ja, ze kwam een week later. Dus ik had de eerste week was ik alleen. En dat vond ik ook, ja, ik had lief gehad dat ze er de hele tijd bij was. Ja. Maar ja, dat kon niet. Dus ik, ze is er gelukkig wel bij geweest. Dat is wel heel fijn. En toen, dus toen je terugkwam, toen heeft je moeder je opgevangen. Hoe oud ben je nu? 23. 23, nog heel jong. Dus je was toen 21. Ja, 20. Volgens mij was ik 21. Ja, volgens mij net 22. Zo, ja. Oh. 22 volgens mij. Oh, net 22. Ja. En dat je dan zo voor de leeuwen geworpen wordt eigenlijk. Ja. Toch? Dan is het fijn dat je een moeder hebt waar je goed contact mee hebt. Ja, gelukkig wel. Ja. Ja. En dus ook toen je terugkwam uit Azerbeidzjan, toen heeft zij jou opgevangen. Ja, zeker. Ja, het was heel gek, want je komt zeg maar uit continu camera's om je heen. Bijvoorbeeld, ik had voor de TROS had ik dan een real life soap, omdat dat volgde me overal. Weet je, ik was helemaal, een soort, ik voelde me meer Joan de artiest dan mezelf, zeg maar. Ik was gewoon continu die artiest of zo. Ja. Terwijl ik geen rol speelde, maar het is moeilijk om dat uit te leggen. Maar, en dan kom je thuis en dan is er geen camera. En er is niemand die je make-up doet. Dat moet je zelf doen. Nou, ik deed dan dus niet. Maar ineens valt het allemaal weg, weet je wel. Iedereen met wie je werkte, die is ineens weer hun eigen ding aan het doen. Het leven gaat verder, weet je wel. En jij bent nog steeds die persoon die dat allemaal moet verwerken. Iedereen is gewoon zijn werk aan het doen eigenlijk. Ja. En voor mij was het echt mijn leven of zo. En dat vond ik heel lastig. Je moet even zeggen, want er zit een haar. Kan ik ook hier zien. Er zit een haar in je mond. Oh. Nou, zie je weg. Heb je net de tijd? Ja, dit zie ik dan. Ik dacht, ik flos even tegelijkertijd. Ik bescherm je. Dank je wel. Zat je onder contract toen? Dus dan word je ook, dan sta je onder druk ook meteen dan, hè? Je moet natuurlijk werken, want dat is waarvoor je een contract hebt natuurlijk. Ja. Alleen ik had op een gegeven moment gewoon ook geen inspiratie meer om leuke dingen te schrijven. Ja, ik was, niet dat het allemaal zo erg was, maar het was gewoon, ik voelde me pure zelf even niet meer of zo. Nee. Ja. En op welk moment kwam dat weer terug? Hè? Nou... Ik ben afgelopen zomer heb ik een moment gehad en ik was met een vriendin op vakantie. En dat had ik ook al heel lang niet gedaan. Dus ik dacht, ik ga dit jaar gewoon op vakantie. Terwijl hadden we dat gedaan en ik had allemaal verschillende fases meegemaakt in één zomer. Ik was helemaal roep. En toen, toen besloot ik op een dag, oké. Ik moet iets zelfstandig gaan doen, want ik en mijn vriendin, we dachten, ik ga naar huis. Maar ik wou nog niet naar huis, want we waren in Duitsland en ik wou niet naar huis. Ik dacht, mijn zomer is niet voorbij. Dus toen zag ik de hele vakantie, had ik al een vlinder gezien, zeg maar, een witte vlinder. Ik geloof in dat soort dingen. Oh, en, wat houdt een witte vlinder aan? Nou, een witte vlinder, dat heb ik later pas opgezocht toen ik terugkwam. Dus dat is een spiritueel teken. Oh, wat leuk. Ja,
En die witte vlinder die vloog de hele tijd om me heen en zo. En die kwam ik overal tegen. Elke keer als ik een soort gedachte had wat mij verder bracht of iets. Dacht van, oh, dit is goed dat ik dit zo nu denk. Dan zag ik die witte vlinder. Dus toen op een gegeven moment was ik voor het eerst uit eten geweest in mijn eentje. En dat had ik allemaal nog nooit gedaan in mijn leven. Nog nooit in mijn eentje een ijsje gaan eten. Dat vond ik altijd zo zielig uitzien als mensen in hun eentje een ijsje eten. Oh. Dacht nou, ik ga ook een beetje een ijsje eten. Ik moet dat kunnen. Dus toen heb ik helemaal een soort dag gehad in mijn eentje. Ja, ik kan dit. Oké, als die witte vlinder weer komt, dan ga ik naar Parijs. Dat dacht ik gewoon. Ja. En toen kwam die witte vlinder weer. En toen dacht ik, nou, ik ga naar Parijs. En toen ben ik de volgende dag naar Parijs gegaan. En toen, eentje? In mijn eentje, ja. En die witte vlinder kwam terwijl het ijsje aan het eten was? Ja, nee, niet tijdens het ijsje, maar dat heb ik wel... Maar ik zat langs het water, zeg maar, op een bankje. Het was echt heel mooi. Ik zat langs het water en ik zat zo te kijken naar een soort berg of zo was het, ik weet niet. En toen kwam die vlinder zo om me heen vliegen en die vloog zo over het water heen, een soort van ga, weet je wel. Zo voelde het echt, zo van... Oké. Okay. Dus toen heb ik mijn moeder gebeld. Zeg ik, joh, mam, ik ga naar Parijs. En zij zo, wat? Wat ga je doen? Want die dacht, wat is er met mijn kind gebeurd? Ze zei, nee, zo zelfstandig, dat kan niet. En toen ben ik dus tegelijk de volgende dag gegaan in de ochtend. En toen duurde het heel lang, want ik moest door heel Duitsland. Het was echt in een afgelegen plekje. En toen kon ik 3 dagen bij een vriend slapen die ik ken daar. En die zou dan stage gaan lopen in, weet ik, voor een land ergens ver weg. Dus ik kon maar 3 dagen blijven. En op de een of andere manier ben ik daar een maand gebleven. Dus elke keer ontmoette ik nieuwe mensen. En dan kon ik daar weer slapen en daar weer slapen. Dus ik heb echt een soort, ja... Het was een hele bijzondere reis en ik heb hele lieve, leuke mensen ontmoet en ik heb zoveel liedjes geschreven. Daarna ook toen ik thuis kwam en in Parijs. Het heeft me echt weer nieuw leven in mij geblazen eigenlijk. En, het heeft me echt iets heel moois gegeven. Dus daarom ben ik nu weer En dat was afgelopen zomer? Ja, dat was afgelopen zomer. Oh, wat leuk dat je dan... Maar je straalt ook enorm. Oh, je voelt ook dat je enorme kracht hebt gekregen. Ja. En nu heb je dus allemaal liedjes geschreven. En die staan allemaal op cd ook? Nog niet. Nee. Want ik heb eigenlijk alles wat ik al had, heb ik weggegooid. Want ik was er helemaal klaar mee. Ik dacht, nee, dat ben ik niet meer. Het moet allemaal weg. Ik was gewoon... En toen heb ik alles overnieuw gedaan. Dus ik heb nu best wel veel liedjes geschreven. Maar ik weet nog niet, ik ben nog niet helemaal uit welke er dan op het album komen en welke niet. Maar ik ben in ieder geval wel weer goed bezig, zeg maar, met mijn muziek, heb ik het gevoel. Dus dat is... Nou, wat leuk om dat te zien ook. Hè? De kijkers zien dat ook. Dat je gewoon een herboren vrouw bent. En je hebt nog wel steeds goed contact met je moeder. Ja, ook. Gelukkig. En heb je ook een vriend? Nee. Nee, dat ik heb niet. Geen vriend. Ik heb geen vriend. Nee, En wat voor zou je willen hebben? Want we hebben altijd heel veel mensen die... Dat is ook geen goede angst. Maar zoek je een mannelijke vriend echt? Of een... Ja, nee, ik zoek eerlijk gezegd niet echt een vriend hoor. Want ik ben wel echt druk bezig en ik heb het gevoel dat ik eindelijk echt aan mezelf denk. Nee, want dan ga je dat weer delen en dan raak je weer een deel voor jezelf kwijt. Ik moet wel even mezelf helemaal leren kennen en dan ben ik er klaar. Krijg je weer zo'n halve relatie, dat is helemaal niet goed. Nee, dat moet ook niet. Dat moet je ook niet hebben. Dat moet je niet hebben. Nee, want je hebt wel eens vrienden gehad natuurlijk. Ja. Sowieso. Ja. En ook dames, want het is een homozender. Ja, dat is waar. Nee, ik heb nog nooit een vriendin gehad. Zou je ook niet willen? Nee, nou, ik heb wel, ik weet nog dat, ik heb vanaf kleins al altijd tegen moeder gezegd, ik val op het persoon. Maar ik ben nog nooit, ik heb nog nooit een relatie gehad met een vrouw of iets. Dus dat is niet gekomen. Maar ik geloof wel dat ik op het persoon val. Dat wil ik graag denken. Dus ik denk dat dat zo is. Maar dus als je dus een leuke vrouw zou ontmoeten en er komt een witte vlinder langs. Ja. Dan ga ik gelijk trouwen. Dan zit het goed, ja. Ja, weer een leuke vrouw. En je hebt ook een gitaar bij je. Ja, dat hadden we gewoon, had ik gewoon meegenomen. Maar ik wist niet of ik daar dan wat mee ging doen. Of niet? Ik dacht, sorry, wat gaan we dat doen? Dat zou wel leuk zijn. Ja,
Oké, dan moet ik wel even stemmen en zo. Ja, hè? Nee, dit ga ik ondertussen even over naar Dominic Remdaat. Want wat heeft hij over jou ooit gezegd? Heeft hij iets? Nee, ik weet het. Mijn moeder heeft de dominee aangesproken omdat hij iets onaardigs had gezegd over mij. Maar ik weet niet wat het was. Kijk of ze zich nog weet te herinneren. En dan komen we straks terug en dan ga jij wat zingen dan. Oké, is goed. Ja, nou. Ik heb me eerlijk gezegd totaal op deze vrouw verkeken. Wat een spontaan mens. En oh, wat lijkt het me moeilijk om als een jong veulen in zo'n smoeselige songfestival wereld terecht te komen. Als een heel, heel frivol jong veulen. En dan afloop alle modder over je heen te krijgen. Oh, verschrikkelijk. Maar ja, nu is ze vrolijk. En ik zie, ze is nu klaar om te gaan zingen. En ik zat fout. En ik heb een andere kijk nu. We zijn weer terug. Nou, dat vind ik wel heel sportief van Dominic Remdaat. Dat hij nu een andere kijk daarop heeft. Ik ook. En wat ga je zingen? En, nou, ik ga een liedje zingen. Dat is een nummer van... Oh, ga je mijn nagels filmen? Oh jee. Nee. Ik had er nog over. Die heb ik niet gelacht. Die heb ik alleen maar afgebeten. Is dat... Oh. Dat is herkenbaar voor de mensen thuis. Ja. Nee, dat doe ik niet. Oké, dankjewel. Dat heb ik... Ik wil ook wat doen. Wat ga je zingen? I Will Be There? Ja, I Will Be There. Dat is een liedje van mezelf eigenlijk. En die is al een keer eerder op tv geweest. Daarom kan ik hem... makkelijk zingen. Ja. En mag ik, als ik de opvoel komen, back vocal doen? als ik het opvoel komen. Ik zie het voor me, ja. Ik ga dan, als je het gevoelig doet dan. Als ik, ik ben ook gevoelig. Ik ben ook een gevoelsmens. Oké. Ja, daar gaan we. Is goed. Gaan we doen? Ja. Oké. Don't hide away, you look like an angel, you should come with me. And I will try and show you how your eyes can see, more than what you want. Sorry, dat kan niet. Dat kan niet voor. Je moet dat denken, een training, je moet als training zien. Alsof het songfestival is. Ja, inderdaad, jeetje. Ik kan dat denk ik niet hoor. Nee, ik ga het even heel subtiel doen. Oké, gaan we nog een keer? Ja. Oké. Denk aan nou, gewoon. Pijn. Nou, nee, maar je moet gewoon denken aan. Er zitten 100 miljoen mensen te kijken. Oh, dat is moet waar. Je denken. En je moet Nederland vertegenwoordigen. Okay. En je zit ermee opgeschreven met je back vocal. Ja. Nee, okay. Als het er niet gaat, dan hou ik op hoor. Het gaat om het nummer. Oké. Okay. Don't hide away, you look like an angel, you should come with me. And I will try and show you how your eyes can see more than what you want to see now. And Dat doe ik. Ik doe helemaal niks. Ik doe helemaal niks nu. Het zou wel leuk zijn. Het zou wel leuk zijn op het Songfestival. Als je Nederland vertegenwoordigt, je krijgt dit dan. Dat zou wat zijn, zeg. Oké. Okay. Oh. Oké. Okay. Nou, bijna. Oké, dit is heel serieus. Ja. Hoeveel mensen kijken? En Nederland wordt vertegenwoordigd door Joan Franca. We hopen dat Nederland nummer 1 wordt. Hè. Zo wordt het ook wat ze hadden aangekondigd. Ja. En je denkt van ik wou dat die vrouw weg was, maar ja, ik ben gecontracteerd. Oké. Thank you.
Het is echt heel graag, maar ik had gewoon niet. Nee. Ik krijg gewoon de hele kut. Nou, maar dan... En nou, okay. Dan doen we het gewoon. Dit doen we het dan niet. Hè? Want ik kan ook weglopen. Ja, nee. Maar dit is ook raar. Ja, dat is ook zo lullig. Of ik een heel kort liedje. Van een minuut. Dat je de wereldtijd door, dat je de wereldtijd door ziet. Dan een clip doen. En misschien kan ik dat wel volhouden. Zal ik dat proberen? Gewoon. Okay. Maar doe ik niks. Maar ga je dat? Nee, ga je niet meer zien? Nee, ik doe niks. Ik ga gewoon naar buiten kijken. Oké, dat is wel een beetje. Oké. Oh. Ik moet hier even uitkomen. Oké. Okay. Slokje water. Ja, slokje water. Dat is, dankjewel. Zo, dat scheelt. Dit lucht op. Ja. Dit lucht op. Dankjewel. En ik hou er gewoon. Ik krijg gewoon zo'n beetje kijken. Oké, okay. Is goed. Oké. Okay. Ik moet het kunnen. Ja, je moet gewoon, het kunnen. Je bent een volwassen vrouw. Ik ben een volwassen vrouw. En je zit op het Songfestival in heel Nederland. Heb ik allemaal gedaan. En heel de wereld kijkt. Ik kan het. Oké. Okay. Don't hide away. You look like an angel. You should come with me. Dat is zo vervelend. Ik ben het zo vervelend dat ik het doe. Nee, maar dat doen we. Doe het eind dan. Ja, doe het refrein alleen. Ik kom niet eens door het couplet. Nee, maar dit is wel een teken. Als ik een deuntje hoor, dan krijg ik het al. Dit is wel een teken dat het goed met je gaat. Ja, hartstikke goed. Dat is het. Je moeder zal blij zijn. Ja, om dit te zien. Ja. Ja. Alleen als je het nu ergens anders gaat zingen, dan moet je niet een dit liedje zijn. Ik kan het liedje nooit meer serieus zijn. Het is heel gevoelig. Ik heb mijn hele hart uitgelucht, maar het gaat niet meer. Oh. Hij doet slot dan. Ja. Want we hebben een hartstikke mooi gesprek. En iedereen ziet dat je er heel goed, dat je heel goed erbij zit. Oké. Okay. But I will be there. Even when it's cold out there. If you run, I won't hide. I will be waiting. And I will be strong when you're weak from holding on. Don't you cry, I will try and make it easier for you. Ja, nou mooi. Nou, wat vind ik het fijn dat jij hier bent gekomen. En dat iedereen ziet dat je een herboren Joan Franca bent. Ja. Ik vond het ook hartstikke leuk. Bedankt. Knuffelen. En zoenen. En kijken of er een witte vrienden langskomt. Terug naar Dordrecht en Daad. Wat heeft zij een aanstekelijke lach. Ik moest zelf hier. Ik zit hier in mijn eentje. En ik zit hier in mijn eentje gewoon heel hard te lachen. Ja. En wat hebben we voor deze uitzending? Hè? Veel geleerd, hè? U thuis waarschijnlijk ook. En ook dat je altijd naar je eigen waarheid moet luisteren. Dat is ook zo belangrijk. Dat komt ook steeds in deze uitzending naar voren. Luister naar je eigen waarheid. Of je nou in een geloofsgevangenschap zit of in een songfestivaldictatuur. Durf naar je eigen geweten te luisteren. Durf je eigen weg te kiezen. En als je dicht bij jezelf blijft, dan ben jij zelf de waarheid. En dan zie je misschien ineens een witte vlinder
fladderen. Oh, ik ben de witte vlinder. Oh, ik ben de vlinder. Nou, ik wens u een fijne voortzetting en een aangenaam etensmaal met spekjes wat nodig. Nou, wat interessant. Wat hebben we een vrolijke uitzending gehad, zeg. Wat hebben we toch weer veel mede mogen maken. Ik hoop dat u volgende week ook weer kijkt naar een programma waarin gezongen wordt, waarin gelachen wordt, waarin mensen uit kunnen praten en waar het ook zin heeft om naar te kijken. Het programma Margriet Dolman begrijpt het en het klopt ook nog, hè. Nou, jij ook heel veel succes en daar zitten de kijkers. Tot de volgende week dan. Dag! Joep!